Nou, kom op joh. Ik heb iets verkeerds gedaan, zo. Even mezelf opzoeken. Ja, daar ben ik. En als ik nou nog opmerkingen kan lezen, ben ik heel erg blij. Kijk, dat gaat snel. Goedemiddag allemaal. Zie je weer een hoop bekende namen. Ik ga geen namen noemen, want gisteren merkte ik dat ik sommige mensen er tussendoor had gemist. En dat vond ik achteraf toch een naar gevoel. Dus ik zeg alleen maar hallo allemaal. Ik ga beginnen. Er zijn al bijna 30 mensen, dus het wordt tijd. Ik heb gisteren met de envelopjes gewerkt en dat ga ik nu weer doen. Alleen ga ik er weer andere dingetjes mee doen. Dit zijn de 4 envelopjes die al uit zijn. En dit is SL ES SCD 14. Het zijn envelopjes. Dit is de enigste waar er 2 in zitten. En er zitten hele leuke stempeltjes bij. Dus als de maat van de envelopjes hetzelfde zijn, heb ik het van hetzelfde papier gedaan. Hier zit een heel leuk randje aan. En dit is gewoon een gewone envelop, zeg maar. En de maat hiervan is 54 bij 37 mm. Want gisteren had ik dat niet opgenoemd en daar kreeg ik dus vraag naar. Dus dat was dit envelopje. Dan is dit een wat groter envelopje en de enige envelop die ook een matlaag heeft. En deze is 88 mm, dus 8,8 bij 5,6 mm. En dit is SL ES SCD 15. Zitten dus ook weer hele leuke stempeltjes bij. En de stansen heb ik op een magneetmap. Dat vind ik gewoon wat makkelijker. En dit is ook gewoon een heel leuk envelopje. Hier kan ik natuurlijk ook nog een matlaag opplakken die erbij zit als stans. Maar dit vond ik voor nu eerst genoeg. Had ik hem opgenoemd? Ja, hè? Nummer 15. Dan is hier een heel leuk vierkant envelopje. Daar zitten ook hele leuke stempeltjes bij. Van takjes en bloemetjes. Things to remember en good stuff inside. En notes. En wat ik zo leuk vind is, zijn die vierkante kaders. Want de stansen, daar zitten ook een hele hoop vierkantjes bij. En ook nog 2, zeg maar, met een schulpje. Dus dit is een envelopje. Die heb ik gisteren gebruikt in de live en die ga ik vanmiddag... Oh nee, vanmiddag ga ik met deze werken. Die heb ik gisteren niet gedaan namelijk. Dus dat was het vierkant envelopje. Die is 6 bij 6 mm. En dat is SL ES SCD 16. En als dit de laatste van de serie. You are awesome, sweet and cute. Look inside. En dit vind ik wel zo ontzettend leuk. Dit is namelijk een lang, smal envelopje. Maar er zit nog een stansje bij. Ja, je wil het niet geloven. Zo'n heel klein. En daar past dus zelfs een kaartje in. En op dat kaartje kun je ook nog een tekst stempelen. Want de tekst cute and sweet past dus op dit kaartje. Oh, die stans heb ik natuurlijk weer. Die ligt onderop. Maar dit vind ik zo ontzettend leuk. Je moet er maar op komen, hè? De live van gisteren, die staat al op mijn YouTube en op mijn blog. Maar ik zal het na deze uitzending ook op Facebook zetten. Want dan kunnen jullie natuurlijk zien wat ik gisteren heb gemaakt met deze envelopjes. En dit is SL ES SCD 17. Dus dit zijn de 4 die er al zijn. Die leg ik nu even weg. Er komen er volgende week nog 2 uit. En ik weet dat Janine deze 2 al als een pre-order in de webwinkel heeft staan. En dit zijn ook hele leuke envelopjes. Ook wat groter. Deze heeft dus een kaartje, een postzegel. Nou, dit allemaal als stansje. En dit is dus het envelopje. En dat klepje heeft dus een heel leuk schulprandje met een stiksteekje.
zal even de vertraging afwachten. Ja. Dus dat is nummertje SLESCD239. En die andere, dat is 238. Die heeft een heel leuk labeltje. Ja. Dat vind ik dus heel erg leuk. Een hele leuke fijne strik. En een hele leuk klein labeltje. Die twee bloemetjes. En hier zo'n leuk hangertje met een hartje en een ja, kusje zijn dat, hè? X's. Of ik dacht dat dat weer XO was. Nou, ik ben eruit. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, is dit. Je kunt hem zo laten. Dan kun je dus het kaartje binnenin zien. Maar je kunt hier ook nog een stukje vellum of mica of een effen kleurtje, zeg maar, opplakken. En dan zie je natuurlijk die rand wel wat beter dan dat ik hem nu zo heb. Maar dit vind ik ook echt een heel mooi envelopje. En deze heb ik dus uit hetzelfde papier gestampt. Want die zijn allebei even groot. En dan ga ik zoeken of dat hier ook op staat. Het envelopje is 8 bij 6 centimeter. Dus dat is wat groter, hè? Die prikken we hier weer even aan en die gaan hier. En dan wil ik nog even laten zien. Dit waren de eerste envelopjes. En ik wil dus hiermee. Ik weet niet of ze er nog zijn. En als ze er zijn, dan heeft misschien hier of daar een hobbywinkel ze nog. Want ik dacht dat ze er niet meer waren. Maar als ze er niet meer zijn, dat betekent dat een heleboel mensen deze al hebben. En ik wil dus laten zien. Dus heb ik mijn stapeltje toch weer nodig. Dat die twee envelopjes nu dus zo groot zijn. En het is eenzelfde envelopje, zeg maar, als deze twee. Dus ze zijn echt wel een stukje groter. En vierkant envelopje is helemaal een stukje groter. Dus die zijn echt wel anders van formaat. Dus mocht je die kleine hebben, dan weten jullie nu dat deze dus echt wel een stukje groter zijn. Anders denk je misschien van, nou ja, dat heb ik al. En dan wil je iets gaan maken wat ik laat zien. En dan blijkt het niet te passen. Vandaar. Dus die mag ook weg. En dan is er nog een heel groot alfabet. Echt heel groot. En dit past heel mooi in het vierkante envelopje. Daar ga ik zo meteen een voorbeeld laten zien. En gisteren heb ik hier dus iets mee gedaan. En dat heb ik niet afgekregen tijdens de live. Dat heb ik nu wel. Dus dat ga ik nu dan ook laten zien. Maar de andere dingetjes van gisteren niet. Want ik heb nu weer allemaal andere dingetjes gemaakt. Dus dit is het alfabet. Dan heb ik toestemming gevraagd. Want vorige week ontving ik deze kaart. Die lag op de deurmat. En ik heb aan Els gevraagd, mag ik hem laten zien? Ik vind hem zo ontzettend leuk. Hier staat, ik wens je beterschap. En hier zitten hele kleine balletjes in en hartjes. Dus die blister heeft ze dus hierin verwerkt. Dan staat hier hugs. Ook leuk. En hier een opkikkertje. Ik vond dit wel zo ontzettend leuk. Zo'n vrolijke kaart. Dus die wilde ik heel graag aan jullie laten zien. Even kijken, want ik ben mijn tekst weer kwijt. Oké. Goedemiddag allemaal die nog binnen huppelen. Dus deze mocht ik laten zien en ik vind het kikkertje ook gewoon te gek met die wiebeloogjes. Dus ik was hier heel erg blij mee. Maar ook met al jullie wensen moet ik erbij zeggen. Dat vond ik ook heel erg lief. Dan ga ik nu met het eerste mapje laten zien. En dat is dat mapje waar die twee kleinere envelopjes in zitten. Dus ik heb dit 3D opgewerkt. En dit is de achterkant. En op mijn blog staat zometeen een foto hiervan. En daaronder zet ik dus alles wat ik heb gebruikt om dit te maken. En omdat ik doek heb aangestoken, heeft hij van de week geen puff en tijd gehad om overal zeg maar een patroontje van te maken. Maar dat wil hij dit weekend mee beginnen. Dus dan ga ik maandag of zo een filmpje maken met de patroontjes van hoe ik wat ik gisteren heb gemaakt en wat ik nu vandaag laat zien. En dan maak ik dus een apart filmpje van. Die wordt dan ook niet zo lang, maar dan kunnen jullie daar het patroon van afhalen en zien hoe ik het heb gemaakt. Dat leek me het beste, want het ging gewoon niet. Dan gaat zo het mapje open. Dan heb ik hier een vakje. Daar heb ik allerlei dingetjes in gedaan.
Hier heb ik een boekje ingedaan. En heb ik hier nog een vakje. Het zijn dus eigenlijk rillijnen. En het deel wat hier zat, zeg maar, heb ik afgesneden. En het deel wat ik hier om heb geklapt, heb ik dus daar afgesneden. Maar dat is even globaal. Jullie krijgen de maten nog. En dit heb ik dus weer met mijn favoriete haarelastiek gedaan. Dus ik heb opgemeten wat voor ruimte ik had. Daar blaadjes voor gesneden. En daar kun je natuurlijk ook heel leuk een stempeltje op zetten. Dat hartje is los. Die cadeautjes zijn los. Het woordje is los. En hier heb ik ook een stempeltje op gezet. En dan is hier een vakje. Daar heb ik een van die kleine envelopjes in gedaan. Daar heb ik ook even een klein kriebeltje opgezet van een stempeltje. Dan heb ik dit uitgeknipt. En de postzegels en dat lavendel met glossy accents gedaan. Even kijken, ja, hij hoort zo. En dan zitten bij elke lijn van Studio Light van die leuke kaartjes. Die heb ik ietsjes kleiner moeten knippen. Maar hier kun je natuurlijk heel leuk achterop wat schrijven. Dan heb ik zo'n pennetje uitgeknipt. Of eerst op kartstok geplakt. Toen uitgeknipt en het steeltje met glossy accents gedaan. Daardoor werd hij gewoon heel stevig. En vond ik het dus ook leuk dat je dus hier een pennetje in kon stoppen. En dit is dan zo'n kleine, hoe heet het? Doily. Die zit bij dit setje, zo'n kleintje. En dat is JMAWISCD200. En de hartjes heb ik natuurlijk van een ander envelopje afgehaald en gestempeld. Hier zit zo'n dingetje wat ik ook heb uitgeknipt. Hoe heet dat? Een wax seal, geloof ik. En daar heb ik dus ook glossy accents op gedaan. Een lakzegel. Een lakzegel, dankjewel. En hier heb ik dus ook een pennetje ingedaan, maar een rode. Dus op dezelfde manier bewerkt. En daardoor wordt hij gewoon stevig en kun je hem heel makkelijk, hoppakee, zo erin doen. En hier heb ik ook een envelopje. Daar heb ik het andere kaartje voor gebruikt, want er zit bij ieder envelopje een ander kaartje. Dit is dus een recht randje. En er zit er een met een schulprandje, zeg maar. Dus je kunt kiezen waar je wat in wil doen. En ik heb een stempeltje wat erbij zit erop gezet. En die hierin gedaan. Nou, datzelfde andere stapeltje heb ik als plaatje uitgeknipt. En ik vond het niet leuk om dezelfde plaatjes erin te doen. Dus ik heb een andere gekozen, ook iets kleiner geknipt. En hier heb ik dus een stempeltje wat erbij zit. Dit zit al op het papier. En a small gift from a big heart. Dat stempeltje zit er ook bij. Dat vond ik heel erg leuk. Dat was net alsof het hier gewoon al in stond. Hè? Omdat ik dus blauw heb gebruikt. En hier dus ook weer zo'n leuk toefje. Nou, en het voordeel van een haarelastiek is dat als het vol is, dan haal je het eruit. Je snijdt nieuwe stukjes papier. Je doet ze er weer in. Even mijn pennetje veilig stellen. En dat schuif je dan zo weer onder je haarelastiekje. En die zijn er in allerlei kleuren. Dus heb je iets roze, dan pak je een roze haarelastiekje. Zo heb ik dat gedaan. Nou, we stoppen even deze dingetjes terug. Dat kan er dus allemaal in. We hebben in ieder geval één iemand op een idee gebracht met je glossy accents. Oh ja? Nou, José zegt, je gebruikte vroeger nooit de glossy accents. En nu regelmatig. Oh, dat is leuk. Het is zonde toch, als je het in huis hebt liggen en het staat in de kast. Die gaat daarin. Die gaat hierin. Nou, ook wel zeg ik ben mijn pennetje kwijt. Dus dat is een mapje met de kleine envelopjes. En hier heb ik natuurlijk eerst een lintje omgedaan. En toen het ook bekleed met papier. En dit, die twee heb ik zeg maar met foam erop geplakt. En dit er gewoon plat achter. Zo heb je een heel leuk cadeautje. Want je kunt hier tussen natuurlijk ook een briefje van 20 of 30 of 50 schuiven. Ja, 50 zou dat passen? De breedte, ik weet niet hoe breed zo'n briefje van 50 is. Dit is 9 centimeter. Nou, dat moeten we dus proberen. Maar dan is het natuurlijk ook een heel leuk dingetje om geld cadeau te geven. Dus dat was een voorbeeld met de kleine envelopjes. Leonie Heine vraagt, wat is glossy accents? Mijn potje, even kijken. Hier. Dat is zo'n flesje van Ranger. En er zit een soort vloeistof in. En als je dat er dus oplegt of langslegt of wat dan ook, de dikte bepaal je zelf,
dan ziet het er melkachtig uit. Maar als het dus opdroogt, dan heb je dus, zoals ik die pen net liet zien, dan heb je een hele mooi glimmend. Even wachten, de vertraging. Kun je het zien dat het glimt? Ja. Oké. En dat melkachtige, dat droogt dus op deze manier op. En hier was het dus voor mij van belang, omdat ik dus een stevig pennetje wilde hebben. Dus, en ik vind het dus ook leuk, hè? Ik heb het hierop ook gedaan, daar ook op gedaan. Het geeft toch een extra dimensie in iets. Bloemenhartjes, daar doe ik ook meestal een beetje glossy accents in. Dus je kunt het echt voor heel veel dingen gebruiken. Dan gaan we naar dit envelopje. En dat is dat, even pakken. Dat was dat leuke lange envelopje. Die heb ik dus hiervoor gebruikt. Ik heb er dus even een bandje omheen gemaakt. Die schuift eraf. En als je die openmaakt, heb je dus twee vakjes waar dus die smalle lange envelopjes in zitten. Ik heb hier een van die randjes gebruikt uit de nieuwste Janinus lijn. Dat zijn die slimlijn randjes, zeg maar, lekker lang. Die heb ik hier langs geplakt. Hier heb ik een plaatje uitgeknipt en erop geplakt. En dan heb ik hier aan deze kant dit envelopje met You Are Sweet. Dat moet een beetje een postzegel voorstellen. En dan zit hier dus het kaartje in. Daar heb ik To and From op gestempeld. En hier met zo'n kleine paperclip van Tim Holtz heb ik dat kleine envelopje. En wat heb ik hier op het kaartje gezet? Even kijken, ik weet het niet meer. Ik krijg het met mijn vingers niet voor elkaar. Oh, daar heb ik het woordje cute op gezet. Dus To and From Cute. Zie, kun je leuk de namen opzetten. Maar is dit niet gewoon leuk? Alles wat te groot is, zeg maar. En dan in het klein erbij. Ik vind het echt fantastisch. Echt heel, heel leuk bedacht. Je moet er maar op komen. Nou, dat stop ik er zo meteen wel in. En dan heb ik aan deze kant natuurlijk ook een envelopje. Daar heb ik You Are Awesome. Awesome is het enige woordje wat dus niet op zo'n kaartje past. Sweet en cute dus wel. Dus ik denk dat ik hierin... En hier heb ik dus Look Inside. Heb ik dat hier ook gedaan? Ja. Dat vind ik ook een heel leuk stempeltje. Want je trekt het envelopje eruit en dan staat dat er. Even kijken welke ik nu moet hebben. Deze. En daar heb ik Happy Birthday opgezet. En ook zo'n klein envelopje met een paperclip eraan gemaakt. En hier zal dat andere woordje op staan. Maar we gaan kijken. Ja, daar heb ik een stukje cardstock genomen, de zendpapier erop gedaan en hem toen uitgestanst. En toen dat woordje gestempeld. Nou, vinden jullie dit niet leuk? Is toch te gek? Even kijken, want ik zie weer niks. Ik moet steeds vegen. Ja, gelukkig. Het gaat allemaal goed. Dus dit leg ik zomaar even als stapeltje weg. Want gisteren heeft mijn live weer te lang geduurd en ik kreeg het niet af. En mijn streven is dat het me vandaag wel lukt. Maar dat weten we pas aan het eind. Met welke kleur inkt heb je die teksten gestempeld? Archival Potting Soil. Ik vond bruine inkt gewoon leuk daarvoor. Ja, schattig hè, Leonie, die kleine envelopjes. Nou... Dit is weer deze stans. En als je hem dubbel vouwt, kun je er dus ook een kaartje van maken. Dus dit is die basis, die heb ik dubbel gevouwd. Toen heb ik die tweede laag, die hier een beetje als tussenkleur opstaat, die heb ik gestanst, door de helft gesneden. En dan moest nog een klein stukje af, wilde ik hier een border hebben. En daar heb ik dus dit hoekje uitgestanst. En met die laatste stans, wat je hier dus in dat donkere ziet... Daar heb ik dus een stukje gestempeld uit een stukje dessertpapier. En het woordje Friends zit erbij. Dus dat heb ik uit een crème kleurig papiertje gestanst. Die heb ik op een stukje craft gemat. En die heb ik dus hierop gedaan. En hierachter zit dus hetzelfde, want je ziet, ze zitten tegenover elkaar. Dus hier zit die bovenaan. En hier komt die dan onderaan.
Dus op deze manier kun je ook een heel leuk kaartje maken, waar dus natuurlijk ook weer een envelopje in gaat. En hier heb ik dus dat envelopje met dat leuke opengewerkt stukje. Maar dit stukje kun je dus uit je klepje halen. Maar je kunt het natuurlijk ook uit je vakje of uit zo'n schuimvakje halen. Dan lijkt het hierop, maar het is toch wat anders. Maar het hoort er wel bij. En dan kun je dus hier geld in doen. En heb ik hier een kaartje in gedaan. Dat kleine labeltje erop geplakt. Een bling-bling steentje. En hier achterop schrijf je dan, voor degene die dit gaat krijgen, de boodschap. Dus hier heb je eigenlijk geen maten voor nodig, want het zijn gewoon die stansen die je uit moet stansen. En daar moet je je aan houden, zeg maar. En dit is best ook wel snel gedaan. Dus heb je een uurtje tijd en je wil dus een envelopje met een cadeautje om geld in te stoppen. En je hebt deze stans, dan kun je dus dit maken. Maria vraagt, ben je nu live, Anneke? Ik snap het niet meer. Ja, ik ben nu weer live, maar nu bij Hobby Vision. Gisteren was ik bij Studio Light. Heb je het gemist gisteren? Maria? Misschien wel, maar als het zo is, je kunt hem altijd terugkijken hoor. Nu ga ik iets anders laten zien. Een hele tijd geleden ben ik ook designteamlid geweest van Crealise. En daar is dit nog van. En ik had het weer eens zitten bekijken. En toen dacht ik, ja, dat was eigenlijk best leuk wat ik toen had gedaan. Maar het ging mij om dit. Dit bracht mij dus op een idee om het volgende te gaan maken. Ja, Maria, gisteren gemist en nu bijna ook weer. Och jee. Nou, je kunt hem terugkijken hoor, Maria. Goed dat je het nu ziet. Ik ga dit even weghalen, maar dat vind ik dan storend. Dus dit heb ik gemaakt. Ook met die zigzagjes. En hier heb ik dus die vierkante envelopjes op gedaan. En daar zit er dus een kaartje bij. Die zou je dus, ik schuif hem er even af. Dan heb ik op de voorkant dit stukje van het scrappapier gebruikt. En op de achterkant dat andere stukje. Dat zit als een strook op één velletje. En dat past er dus uit die paperpad, zeg maar, past er heel mooi hierop. En hier heb ik dus in plaats van die kaartjes die ik net liet zien, heb ik dus die envelopjes. Iets lager. De envelopjes gestanst en er dus opgeplakt. En wat je wel eens doet, dat je zegt van ik doe hier lijm en ik plak dit vast, heb ik dus nu niet gedaan. En daardoor vouwt hij heel mooi zo open eigenlijk. Dan heb ik dit dus ook bekleed met een stukje designpapier. En hier heb ik het laatste envelopje ook opgeplakt. Dus dat gaat even verder niet. Maar ik heb hier iets speciaals mee gedaan. Ik ga dit dus openmaken. En hier zit de letter J. Nou, een woordje met 6 letters. Wat zou erop staan? Hebben jullie een idee? Een woordje met 6 letters dat begint met een J? Nee. Nog niemand. Dan ga ik maar even door. Hier staat dus, in elk envelopje, staat de naam Janine. Maar nou kun je natuurlijk hier gewoon de letters in doen. Maar ik wil het persoonlijker maken. Maar ik ken Janine niet persoonlijk. Maar ik zie wel wat ze doet en wat ze leuk vindt. Dus dat heb ik gebruikt. Hier zit een vlinder in. Want Janine houdt van vlinders op haar werk. En dit is ook een vlinder van haar nieuwste vlinderstans. Dan weet ik dat ze van bloemetjes houdt. Ze heeft altijd bloemetjes op haar werk. En je kunt dit ook zien als schutmateriaal. Want als ik haar in haar showtime hoor en ze laat het schutmateriaal zien, dan vind ik dat ze altijd heel enthousiast wordt. Hebben jullie dat ook? Dus dat was schutmateriaal en de bloemetjes die Janine graag gebruikt. Dat zit bij de J met de vlinder. Deze is wat leuk, daar gaat ze vast heel blij mee zijn. En dan begint de tweede letter. Dat is natuurlijk de E. En wat heb ik hiermee gedaan? Ik heb die tweede letter van het alfabet. Want die bestaat uit een matlaag. En uit een stand, zeg maar, dat je hem uit een kleurtje kan doen. Dus uit het papier wat ik heb gebruikt om de envelopjes te maken, heb ik dus die letter gestanst.
En dit heb ik niet met glossy accents gedaan. Dit heb ik gedaan door verse markten op te deppen en er clear embossing poeder op te doen. Dat heb ik verhit en toen het nog warm was, weer in mijn embossing poeder gedaan. Dan krijg je een dikkere laag. En dit wil nog gauw, als je je papier buigt, breken, zeg maar. En ik vind dat embossing poeder iets buigzaam blijft. Dus ik wilde niet hebben dat dit zou breken als je het er per ongeluk een beetje ruw uithaalt. Dus zo heb ik de letters gedaan. Dus dit is E. En als ik dan hier naar kijk. Janine werkt heel graag met een mask. Ze werkt heel graag met stempels. En een kantje is het helemaal prima. Ze werkt ook heel graag met die cuts. Maar wat echt bij haar hoort, is op die postkapellen tikken met de schaar. En dat heb ik hier in het wit gedaan. Want ik had geen zwart. Dus in mijn mandje bij Hobby Vision zit een zwarte Posca pen. Want ik vind het wel heel erg leuk. Dus dit is ook Janine. Dus dit gaat bij de E. Of ik hoef het er niet weer in te stoppen. Nou, na de E komt een N. Die heb ik dus ook met embossing poeder gedaan. En ik zie dat Janine op haar werk heel vaak een strik maakt. Van twee draadjes, koordjes. Dus dit doet mij ook aan haar denken. Kijk maar eens als je weer iets van haar ziet. Er zit heel vaak een strik op van kant. En er zit er nog zo'n strikje bovenop. Of zo'n strikje zit op het lijfje van een grote vlinder. Dus dit doet mij ook aan Janine denken. Dan gaan we naar de volgende. Daar zit de I in. En wat mij opvalt bij haar, daar moet altijd een kantje aan de zijkant of helemaal rondomheen. En dit is dus ook van haar stans. Dus die kantjes passen voor mij ook bij Janine. En dan heeft ze ook heel graag een doily op de werk. Kijk maar eens als ze een kaart gemaakt heeft. Er zit heel vaak een doily bij. Dus dat past ook bij Janine. Dan naar de volgende. Dat is een N. Dezelfde manier bewerkt. En ze heeft ook altijd een echt kantje. Van dat kantje, dat doet ze dus ook aan de onderkant een stuk breder kant en een stukje smal kant erom voorheen. Of ze maakt van een wat smaller kant een strik, waar dan dat koordje strik weer bovenop komt. Dus ik vond dat dit ook bij haar past. En dan gaan we naar de laatste. En dat vind ik dus echt Janine. Dat is dus een E. Maar als ik aan Janine denk, dan denk ik aan JMA. En die heb ik dus niet met embossing poeder gedaan. Dat mocht wat anders zijn. Dus ik wil hiermee laten zien, als je dit cadeau wil geven met een naam, dan kom je misschien echt wel op wat dingetjes wat bij die persoon past. En dan is het heel leuk om dat erbij in te stoppen. En lukt dat niet, dan kun je gewoon, kijk, stel je voor dat iemand bijvoorbeeld piano speelt. Ja, hier past geen piano in. Dan moet je al overal zoeken naar een heel klein plaatje met een piano. Maar je kunt dus wel dit gaan maken en hierop zetten, speelt graag piano. Dan doe je dat bij een letter erin. En zo kun je dus ook allerlei verschillende kaartjes maken met er iets persoonlijks op te zetten en dat bij de letter in te doen. Dus dit is even een tip, wat je dus ook met die vierkante envelopjes kunt doen. En hier komt dus ook straks een patroontje. Tenminste, dat ga je toch wel doen, hè, Doeke? Ja, dat had ik beloofd, hè. Ja, dus er komt ook hier een patroontje van. Nou, de stans wijst natuurlijk op zich. En gisteren heb ik hier ook mee gewerkt, maar ik kreeg het dus niet af. En ik heb het nu wel af. Dus laat ik het even zien. Even alle spulletjes van Janine op een stapeltje. Dan gaan ze weer in het envelopje. Want alles wat ik vandaag in de live zie, stuur ik dus op naar de winkel. Dus als je in de winkel bent, kun je dat altijd in het echt bekijken. Ik heb hier dus een boekje gemaakt met envelopjes. En hier heb ik het woordje hoera in. Dus ik krijg dat druk. Ja, H-O-E-R-A. Deze bladzijde is dus kort. Het envelopje is 6 centimeter. Mijn kaartje is 6,5.
Ik heb dus het envelopje opgemeten en een strookje erbij aangeteld, zodat ik daar gaatjes in kon maken. Dus hier zit de letter H in. Maar wat ik zo leuk vind van die paperpads die nu net nieuw uit zijn gekomen, de blush heeft dus allerlei tinten zalm. Dus je kunt van licht naar donker. Nou, ik vind dat zo briljant. Ik vind dit zo een geheel geworden daardoor. Dus dan ga ik hier naar bladzijde 2. Daar heb ik natuurlijk iets meer ruimte. Voor degene van Glossy Accents. Ik heb hier op die donkere knopjes heb ik Glossy Accents gedaan. En op die witte knopjes hier heb ik van Stickles Stardust gebruikt. Dat blijft transparant, maar er zit een klein glittertje in. En hier heb ik dus een vlindertje opgeplakt. Die heb ik alleen maar met zijn lijfje opgeplakt. Nou ja, dat zien jullie wel. En dat derde letter, die heeft dus ietsjes meer kaart. Dus die stans die ik net liet zien, kun je natuurlijk ook uit deze bovenlaag stansen en hem er dan op plakken. En het stempeltje wat ik op het envelopje heb gedaan, doe ik dan dus ook op het kaartje. Dat heb ik hier niet gedaan, omdat ik dit stukje wel zo mooi vond. Ik denk dit er nog bij tussen, nee. Dat voegde niks toe voor mij. Dus dit is de volgende pagina. Nou, deze wordt natuurlijk langer. Daar had ik dus ook dat hele leuke stukje. Dus daar heb ik deze vlinder maar op gedaan en daar een tekst gestempeld. Maar ook dit weer niet bestempeld hiermee. Dat vond ik niet mooi. En de laatste is dit geworden. Daar had ik zoveel rustig papier dat ik dus wel dat stempeltje ertussen heb gestempeld. En de woordjes congrats. En die twee paperclips. Dus dit kun je terugvinden, hoe ik dit heb gedaan, in mijn live van gisteren. Maar dat was dus toen nog niet af en nu wel. Dan wil ik nu eerst even naar het alfabet toe, om jullie een tip te geven. Sommige letters hebben dus een basis en een letter die je er dus op kan stansen. Maar zoals hier, moet uit die onderlaag, moeten deze twee dingetjes gehaald worden. Bij de E is dat niet, bij de P is dat ook zo. En bij de R ook. Nou, ik had natuurlijk voor het woordje hoera, had ik de R nodig. Dus, ik dacht slim te zijn. Ik stans die R. Zo. En ik denk, nou moet ik een referentiekader hebben om dat dingetje hier neer te leggen om uit te stansen. Dus dacht ik, dan doe ik die stans erin. Ja, jullie beginnen misschien al te lachen. Ik denk, dat doe ik zo. En dan zie ik precies wat ik daar moet doen. Dus daar moet ik zorgen dat dit dus heel mooi op zijn plek komt. Nou, dat heb ik dus vastgetaped en door mijn stansapparaat gehaald. Ja, niet dus. Die tweede is natuurlijk een stans. Dus die stans die er eruit. En dan heb ik in mijn onderlaag wel heel leuk dat dingetje. Maar die er heb ik dus zo. Dus zo moet je het dus niet doen. Want dan maak je dezelfde fout als die ik maak. En al heb ik dat gisteren ook uitgelegd. En José kwam op een goede tip. Leg het op een magneetmapje. Dan kun je het makkelijker vastzetten. Dus ik heb deze stans, had ik dus uitgestanst. En in plaats van de stans hiervan, heb ik dus de letter gestanst. En die dus als, ja noem het maar, patroon opgelegd. Ik moet het misschien even tegelijk zo doen, want dat is weer een nadeel van een magnetisch iets, zo. Dus niet die stans erin gelegd, maar de R. Die gaat natuurlijk er niet uit op deze manier. En als je die goed hebt liggen, dan dus dit kleine dingetje zorgen. Dit kan je natuurlijk vastzetten met een stukje non-permanente tape. Even langs mijn broek halen, anders is die toch nog te plakkerig. Dus als de R goed ligt, jullie weten ik zit er niet goed voor, dus ik beloof niks. Nou, dan moet dit er nog recht in komen. Even kijken of me dat lukt van een afstand. Nou, zo is die aardig. En dan ga ik dit nu ook vastplakken op mijn gewone machine. Want ik heb dus sinds kort, sinds vorige week, heb ik dit schattig dingetje.
Dat lijkt me zo handig. Dat zie ik de andere dames gebruiken. Ik denk, ja, ik ook. Maar dit matje kan ik op deze manier door mijn machine halen. Dat past natuurlijk niet hier doorheen. Ik moet dan zorgen dat het tussen deze twee plaatjes kan. Dus ik hoop dat ik het nu goed heb liggen. En het hier op kan plakken. En dat ik dan in mijn nieuw, ik ga het even bij zitten, machientje het wel goed voor elkaar kan krijgen. Hou hem even vast. Je kan hem vastzetten, maar ik vind dit wel makkelijk. Hij geeft een plof, dus ik denk wel dat het goed gegaan is. Voorzichtige tape eraf halen. Nou, die R mag er wel uit eigenlijk. Het gaat om de onderlaag. Kijk, dan heb je hem zo. En dan pak ik even de R hieruit. En op deze manier heb je dus een keurig nette stans. Waar je dus die R in een ander kleurtje op kan plakken. En dan zit dit precies goed. Dus dat is even een tip met die alfabetstansen waar zo'n los dingetje uit moet. Ik kan beter zeggen wat er bij mij fout gaat. Even kijken, want ik moet dit metalen dingetje niet kwijtraken. Dus dat leg ik even ergens apart neer. Want dat is echt iets wat Anneke Voskuil dan weer niet kan vinden. Dus dat was mijn nieuw speelgoed, waar ik heel blij mee ben. Zo. Dan gaan we even plek maken, want ik wil nu iets anders maken. Iets met een stans wat ik gisteren niet heb gebruikt. En die pakken we even. Dat is dit stansje, de enige dus waar die matlaag bij zit. Jij mag hierheen. En dan moet ik mijn ander bakje hebben. Deze. Ik heb al het een en ander uitgestanst. Eerst dit stapeltje maar. Ik heb die twee kleine envelopjes die dus... ik heb ze hetzelfde gedaan. Hè? Dat zijn die envelopjes waar twee verschillende kleine envelopjes bij zitten. De rest heb ik eigenlijk niet beïnkt, want ik ga dit op wit plakken. Dus, maar dit wordt natuurlijk los en daar ga je wel tegenaan kijken. Dus dat ga ik wel even beïnkten. En dat doe ik met de Stress Ink Pumice Stone. Dus even alleen mijn twee envelopjes. Of Pumice Stone, ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Maar dat dus. Dat is één. En dit is nummertje 2. Zo, dan mag jij even drogen. En jij mag aan de kant. Dat heb ik al laten zien. Dan heb ik dus die basisenvelop heb ik twee keer gestanst. Die ga ik nu vouwen op de rillijnen. Het is heel belangrijk dat je dus je stans door je machine haalt. Dat je dus die rillijnen goed krijgt. Als je zegt van nou ik kan het moeilijk zien nadat ik gestanst heb. Want die platen als die een beetje oud worden zeg maar. Dan is het soms toch een klein beetje afgehaald. Dan stop ik gewoon nog een papiertje ertussen. En dan haal ik hem er nog een keer uit. Want het is wel heel makkelijk als jouw rillijnen er goed in zitten. Anders is het een uitzoekerij. Kijk, die gaat dan zo. En dan heb ik weer een nieuw bakje voor je gemaakt. Dat ene takje. Deze? Nee, die had hij al gemaakt. Studio Light heeft 3 kleurtjes, zeg maar, van deze dingetjes. Ja, ja. Ja, dan moest ik natuurlijk ook dezelfde kleur bakjes hebben. Bij de blauwe en bij de roze. Lief, hè? Is toch knap wat die man allemaal kan. Goedemiddag, degene die nog binnenkomen. Dus dit is de envelop. Maar, ik wil dat eraf snijden. En ik wil alleen deze twee clipjes hebben. En die moet ik hiervan nog even houden. Deze ga ik dus ook even vouwen. Peter Hart zegt, op dat plaatje kun je ook sticky grit plakken. Oh ja. Dan blijft de stans ook goed liggen, omdat het plaatje
van de stampmachine niet magnetisch is. Ja, dat is een goed idee, want dat heb ik hier ook op. Kijk, als ik kleine dingetjes wil bestempelen en dit is te groot. Dus ik snap wat je bedoelt, maar ik vind het wel een hele handige tip. Dat gaan we dus ook doen. Dankjewel, super. Kijk, en dat vind ik zo leuk, hè, dat we van elkaar tips en dergelijke krijgen. Van deze wil ik dit eraf hebben en dit eraf hebben. Dus dat ga ik nu even doen. Als ik het goed kan zien van deze afstand. Want jullie moeten het vooral kunnen zien. Dus die heb ik niet nodig. En hiervan heb ik deze niet nodig. Zo. En die heb ik dus verkeerd. Nou moet ik dit hier doen. Dan moet ik even zorgen dat ik die zo doe, die zo doe, die moet eraan. En dan mag ik bij deze dit eraf. Dus je hebt van ene envelop dit zo nodig. En van de andere heb je dit zo nodig. Dus dit komt zo en dit komt zo. En deze wil ik dan hierop vastplakken. Dus dit is vrij groot. Ik snij er even een stukje van af. Want dat hoeft nou ook weer niet. En dan ga ik dus dit gedeelte hierop vastplakken. Dus dan doe ik hier een beetje lijm. Even kijken, ik moet het bij het puntje niet hebben gedaan. Dan gaat dat niet goed komen. En hier moet ik deze dus ook hier aan vastplakken. Ik denk dat ik misschien dit beter kan doen met lijm, maar dan weet ik hoe ver ik moet gaan. Eventjes vasthouden. En dit wil ik dus nu hier oppakken. Dus dan smeer ik dit even met lijm in. En dan moet dit natuurlijk heel mooi sluiten. Dus die pak ik zo samen en dan buig ik dit eromheen. Even kijken, want hij moet natuurlijk niet op de vouwlijn zitten, maar tegen de vouwlijn. En ik zie dat ik lijm heb geknoeid. Dat moet je nooit met je vinger weghalen, want je vinger is vet. Dan krijg je dus een vlek. Zo, nou pak ik mijn volgend stapeltje. Ik wil dit dus hierin plakken. Dit zijn dus ook stansjes die erbij zitten. Om inderdaad als matlaag te gebruiken of om een kaartje zeg maar te maken. Dus ik wil deze twee hier aan de binnenkant. En ik wil aan de buitenkant deze hebben. Eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Dus dat ga ik nu eerst plakken. De randjes hoef ik niet te doen, want dit is ook al wit, hè? Dus dat gaan we zo laten. Dan weten jullie nog niet wat het wordt, hè? Ik heb wel een voorbeeld, maar dat heb ik naast me liggen. Ik gebruik graag een pincet om iets erin te doen. En de volgende, niet die. Niet die, de laatste natuurlijk. Ik moet zorgen dat de tekst natuurlijk ook de goede kant op gaat. Nou, het zit aardig recht. Ik ben wel aan het gliederen hoor. Maar goed, gelukkig. Hier zitten dus die matlagen bij. En daar heb ik er hier een aantal van gestanst. Nee, dit heb ik er afgesneden. Die moet ik niet hebben. Hier zie ik wat komen.
ik moet hier dus, als ik het stans, die matlaag, moet ik er wel aan denken natuurlijk hoe mijn tekst gaat lopen. Hè? Mijn tekst loopt dus zo. Dus deze kan ik nu heel leuk hierop doen. En die komt hierop. En dan loopt deze tekst zo. Dus die moet daar. En die moet natuurlijk de andere kant op lopen. Die komt daar. Maar ik had natuurlijk misschien beter dit eerst kunnen plakken. Zo. Dan is dat natuurlijk wat leuker, denk ik nu. Ja. Wil jij ook nog los? Nou, niet van harte. Maar het moet natuurlijk wel mooi zijn. En anders maak ik voor de winkel wel nog één. Als dit er niet uitziet, want dat kan ik natuurlijk niet naar de winkel sturen. En het ziet er nou uit dat ik dat inderdaad moet doen. Maar ik wil het nu even in de goede volgorde doen. Dus die komt daarop. En als het erop zit, dan gaan we dat erop plakken. Hier zit natuurlijk wat van het envelopje. Maar dat is straks weer weg. Ietsjes meer naar rechts, geloof ik. En nou mag die wel vast. Hij is wel wat beschadigd. En deze natuurlijk ook weer. Moet ik nou per se klemmetjes voor jullie pakken? Eén poging. En die komt links. Doeke, jij leest de vragen wel voor, hè? Ja. Als er vragen zijn, dan lees ik ze voor. Oké. Want bij mij gaat het steeds weg. En bij jou ook, maar ja, jij zit niet te plakken. Nee. Zo, nou dan wordt dit dus het mapje. En dan wil ik natuurlijk de voor- en de achterkant. De tekst loopt zo, dus hij moet er zo op komen. Die wil ik ook mooi hebben. Dus daar heb ik dit stukje voor uitgestanst, want dit zijn allemaal stansjes die erbij zitten. Dus dat maakt het ook wel heel erg makkelijk. Papiertje zitten de stansjes erbij? Vraagt. Ik pak even de stans zelf. Dit is de stans. Dus er zit een matlaag bij, de stans van het envelopje. En hier kun je dus kaartjes mee maken. Dus hetgene wat ik nu hier erin en erop heb geplakt, daar heb ik die grote voor gebruikt. En ik wil hier een kaartje in hebben. Dan heb ik uit het wit die grote gestanst en deze kleinere uit de zendpapier. En dan zitten er nog wat kleine dingetjes bij. Dat correspondeert dan weer met de stempels. Dus dit zijn de stempels die erbij horen. Dus deze bloemetjes en die pijlen, die kun je dus stempelen. En dan leg je het stansje erop. En dan stans je dat dus heel mooi uit met een wit randje. Dat heb ik nu niet gebruikt. Maar dat kan dus. En hier heb je bijvoorbeeld weer een stempeltje van een leuk envelopje. Dit is een stempeltje, die kun je natuurlijk hierop gebruiken. En die twee kun je natuurlijk op je kaartje gebruiken. Dat heb ik nu niet allemaal gedaan, maar het zit dus bij de stans in. Ik heb alleen mijn stansjes losgehaald. Dus dit gedeelte wat je hier zit, die hoort daarbij. Dat zit normaal als je het koopt hierop. Zo zit het bij elkaar. Ja, zegt ze, dat bedoel ik. Oké, gelukkig. Dan gaan we naar de kaartjes. Dat is één en ik moet er nog één hebben. Zijn het er twee? Ja, het zijn er twee. Dus daar heb ik ook weer die stansjes voor gebruikt. En ik heb dit stukje uit het papier gehaald.
Dit heb ik allemaal uit het pak met het scriptpapier gehaald. Ik zal het even pakken. Daar heb ik er natuurlijk één van versneden. Dus misschien moet ik even dit pak pakken. Dit, ik wil nog graag even weten, wat is het nummer daarvan? Van deze? Van die stans die je net... Ga ik gelijk doen, anders vergeet ik het. SLESSCD15. Kijk, hier zie je alles wat gestanst is. Er zit ook heel leuk een klein stempeltje bij met allemaal die eurotekentjes. Dus deze moet ik even losmaken. En dit is JMA WIS PS12. Even zoeken. Wat zat er aan de achterkant? Dat vind ik makkelijk. Oh, de witte. Deze. Ik heb het hier uitgehaald. Dus ik heb wel twee vel nodig, maar in dit scrappapier zitten ook twee vel. Dus dit wordt het kaartje wat ik dus hier... Nee, dit heb ik dus hier uitgehaald. Zie je wel dat stukje? En dit is het stukje wat ik dus aan de voor- en de achterkant heb gedaan. En de rest heb ik dus hier allemaal uitgehaald. En waar heb ik dat kokertje voor die ene? Want volgens mij had ik dat bloempotje gebruikt. Nou, is nu even weg. Maar laat ik geen twee dingen door elkaar halen. Maar dit heb ik dus hiervoor gebruikt. Van het scrappapier. Dus deze gaan we nu hier op plakken. Soms moeilijk kiezen bij het scrappapier, want er zijn beide kanten leuk. Maar dan kijk ik of ik de plaatjes van de andere kant nog een beetje heel kan houden. En dan neem ik dat stukje. Maar goed, er zitten er twee in, dus je komt wel een heel eind hoor. Nou, die is klaar. En de andere moet hier opkomen. Dit is zo natuurlijk niet hiervoor bedoeld, hè? Maar je kunt het er wel van maken. En ik had hier ook nog twee strikjes. Die zaten niet bij deze stans, maar bij een ander. Zoek het even op. Het strikje. Hier zit het dunne strikje. Dat zit bij die stans met die leuke rand. Dus dit strikje heb ik gebruikt. En dat heb ik eerst op dat sticket geplakt. Zodat ik hem heel makkelijk zonder lijm precies er mooi op kan. En dan knoei ik ook niet. Want dit vond ik wel heel leuk hier zo op. Kijk, dit is ook wel aardig. Net die vraagt nog één keer het nummer van de stans alstublieft. Ik zit nu klaar met pen en papier. Ja? En Els reageert, Rea Platenkamp, SLES. Oh! Kijk, zo kun je elkaar ook wel aan. Dankjewel, jazeker. Jij eraf? En je zou hier natuurlijk wat iets kunnen stempelen, maar dat wilde ik niet. Dus dit komt hierin. Dan had ik twee bloemetjes. Die vond ik wel leuk daarop. En die had ik geloof ik ook op Stickit gedaan. Want ik ben helemaal verslingerd aan die grote rol van Studio Light. Dus alles wat ik ermee kan doen, dat doe ik er ook mee. Doe ik hem zo of doe ik hem zo? Ik doe hem zo. Dat ik deze twee stukjes horizontaal heb. En dan moet de andere kant natuurlijk ook zo. Die komt hier. En dan had ik natuurlijk nog deze envelopjes. En daar moeten nog de kaartjes in komen. Bij deze vond ik het leuk om niet twee verschillende te doen. Bij die andere heb ik dat wel gedaan. Even kijken waar die is. Omdat ik hier een boekje tussen heb zitten. Dan vond ik dus wel dat dit het ene modelletje mocht zijn.
En dat hier dat andere modelletje erin ging. Maar dit zie je. Ja, en dat, voor mijn gevoel vind ik het dan leuker om dat aan beide kanten dezelfde te doen. Dus ik heb nu voor de gladde gekozen, maar je kunt natuurlijk ook de andere nemen. Nou, dit is weer zo'n verhaal dat ik liever mijn lijm hierop smeer, dat ik hier niet te ver ga. Maar ik moet natuurlijk de tekst niet op zijn kop hebben. Maar dat heb ik natuurlijk wel. Als ik hem zo doe, dan heb ik dit goed, maar dan staat dat op zijn kop. Maar ja, is dat erg? Ik weet niet of mensen dit allemaal gaan lezen, maar je ziet, ik kijk er wel altijd naar. Ik heb het liever niet. Maar ja, het stond er nou eenmaal op. Dat was één. Dat kan je even drogen voordat ik de kaartjes erin doe. En deze heb ik gekozen op waar iets meer bruin bij zat. Want dat zit er ook in. Dat zie je hier ook. En dan gaan we hier ook kijken. Dan moet ik hem zo doen. Dan loopt aan deze kant in ieder geval de tekst goed. En nou wilde ik hier wel iets opstempelen. Even kijken. Dat kan ook wel. Er staat all yours. Of to and from en happy birthday. Ik denk dat ik happy birthday doe en to and from. Dan kun je natuurlijk ook gelijk de namen kwijt voor degene waar dat voor is. Dus dat ga ik doen. En ik heb altijd heel erg graag mijn stamping toe. Dan weet ik zeker dat ik safe zit. Hier wil ik natuurlijk wel de tekst de goede kant op hebben. Zo. En dan happy birthday. Even naar me toe halen of ik een beetje recht zit. Kan ermee door. En wil ik dit met bruin of met zwart? Ik denk met bruin. Dat is minder hard. Dus even mijn stempelkussentje pakken. En dan heb ik heel graag potting soil. Voordat ik het vergeet, alles wat ik nu laat zien hier, dat heeft Alice in de... in de webwinkel als een link gemaakt. Dus in mijn blogpost zet ik ook de link naar de webwinkel. En daar kun je dus alles vinden wat ik nu hiervoor gebruikt heb. Het papier, de inkt, plaatjes, stansjes. Alles vind je daar terug. Dus dat maakt Studio Light wel heel erg makkelijk voor ons. Tenminste, ik vind dat makkelijk. Hoef ik niet te zoeken of weer te vragen van wat is het nummer. Volgens mij is die wel een... klein beetje scheetje beef, maar handwerk. Altijd een goed excuus, toch? En ik vind to and from ook wel heel leuk, dus dat wil ik op die ander. Kan jij even drogen? Hier ook even naar de tekst kijken. Zo. Die moet ik wel een beetje naar links doen, want je moet natuurlijk ruimte hebben om twee namen op te schrijven. En die wil ik natuurlijk met dezelfde kleur. Dat is van Archival, de Potting Soil. Oeh, dat wil ik altijd liever eerst wegpoetsen. De M. Die is niet naar mijn zin. Dus nog een keer. Er is eentje bij die goed heeft geluisterd. Een scheetje beef, Anneke. Ja. Ja, ja. Dat heb ik van mijn ouders. Kijk, en dan zie ik ook dat er nog twee puntjes staan. En die staan bij de toe ook, maar die heb ik hier niet. Oh, maar ik heb het verschoven. Nee, dan kan ik het niet meer doen. Maar ik zie nu dus aan het stempeltje dat hier ook twee stipjes gaan. Maar ja, als je het verschoven hebt, dan wordt dat lelijk. Dus ja, dan doen we het maar niet. Dat is een keuze. Happy birthday had ik eerst gedaan, dus die kan hier wel op. Die is wel droog. Dat is op zijn kop, dan kunnen we hem wel draaien, maar dat voelt een beetje raar.
Dit kan ook nog een postzegel zijn, hè? Voor een ander project. Dan is het wel leuk als je zo'n grote postzegel hebt. En je kunt hier iets leuks opstempelen. En dat dan op een gewone envelop doen. Dat is ook een leuk idee. Kijk, en zo borrel je hersenen, hè? Met een fijne bruine stiftepuntje zetten kan ook. Ja. Zegt José. Ja, dat klopt. Dus dit gaat bij het kaartje in. En deze komt hier op. Ja, dat ga ik zoeken, want dit is niet af, hè. Zo kan ik het niet naar de winkel sturen. Want ik hoef alleen maar het hoesje nog een keer te maken. De rest is wel goed gegaan. Op deze puntjes na. En deze is weer losgelaten. Ben ik te zuinig geweest met de lijm. Ja, en dat is dan niet zo makkelijk met zo'n grote fles. We gaan het proberen. Even de glossy accents erop zetten. Zo. Dan kunnen we weer verder met het andere. Dat mag weg. Dan heb ik hier nog wat. Want het mapje moet natuurlijk sluiten. Dus wat had ik gedacht, als dit dan zo leuk dicht zit. Dan wil ik dit eromheen hebben zo. Als een sluiting. En dan wil ik dat natuurlijk beplakken. En dan zit er bij een andere stand zit dit labeltje. Dat is een stans die bij dit envelopje zit, dat kleine labeltje. Daar zit die strik ook bij. Dus als ik dit beplakt heb, dan wil ik hier twee van deze doen. Kom eens hier. Die hierop. En dan hier gewoon alleen twee van die reinforcers, als ik dus die strookjes erop heb geplakt. En dan doe ik er een strikje. En dan kun je het dan daarna dus of de strik loshalen, maar je kunt hem dus ook zo uitschrijven. De binnenkant hoeft niet, want die zie je eigenlijk niet. Ja, alleen als je dit doet, maar het kan ook te worden, hè. Dus ik heb voor de achterkant dit wel gedaan. En de maat hiervan, daar had ik heel mooi een briefje gemaakt. Even kijken of ik goed zit. Je snijdt eenmaal een stukje van 6 bij 9,6... Die ril je aan één kant op 2. Dus dat is hier, die rillijn van 2. En ik draai hem dan altijd om. En dan ril je hem op 1,5. Dan komt die extra millimeter die hier zit, die komt hierin te zitten. Dat geeft mij iets meer speling om het om mijn mapje heen te buigen. Dus vandaar dat het niet 9,5 is, maar 9,6. Dit komt ook op mijn blog, hoor, dus dat hoef je niet te onthouden. Maar het is altijd makkelijker als je ziet wat er staat. Tenminste, ik ben visueel ingesteld. Voor mij is het veel makkelijker als ik het zie. Zo was ik ook blij met dit apparaatje. Dat had ik bij Hobby Vision gekocht. En ik zag dat Janine daar een filmpje van had. Voor mij is het veel makkelijker als ik dat filmpje kijk wat ik moet doen. Dan dat ik naar die plaatjes in het boekje kijk. En A en B en C. En nou, dat vind ik allemaal lastig. Maar goed, dat ligt aan mij. Misschien hoort het wel bij, als je veel creativiteit hebt, dat je dat wat minder hebt. Maar ja, bij Doek is het andersom. Dus jij doet die andere dingen. Die is onderwijzer geweest, dus die kan heel erg goed lezen. Ach ja, ieder zijn vak, hè? Dat heb ik dus verkeerd. Want hij moet zo komen. Dus zo zien jullie, bij mij gaan de dingen ook wel fout. En dan moet die daar en dan moet die brede strook hier. Jouw gezicht. Nee hoor, je kijkt ook liever. Ja? Ja. Mijn dochter die vindt het weer heel erg leuk om gebruiksaanwijzingen te lezen en te doen. Dus als ik weer een nieuw apparaat had, dan vond ik er niks aan. Maar zij vond dat leuk. Dus dan zaten we samen in de keuken en dan las zij op en ik keek dan wat het dan was. Maar ja, dan doe je het ook met z'n tweeën, hè. Dat vind ik dan ook weer gezellig. Dus ik heb het altijd al gehad. Want ja, ze komt nu niet zomaar als je 48 bent bij je moeder langs om een gebruiksaanwijzing voor te lezen. Dat doet ze niet, nee. Ze heeft ook een eigen gezin en ze is zelf oma. Dan heb je daar geen tijd voor, hè. Dus ik ben ook al overgrootmoeder. Mijn prikpen, want hier had ik ook natuurlijk, laat ik het even uitmeten.
waar ik de rondjes moet hebben. Met mijn mooie liniaal. Daar kan ik dus heel mooi het midden uitmeten. En dan heb ik hier dus de 0. Hier staat de 3. En daar is de, oeps, als je hem goed houdt, staat daar ook de 3. Dan zakt hij iets naar beneden. En dan zet ik een potloodpuntje. Dan zet ik hem 1,5 van hier en 1,5 van daar. Of 2. Nee, dat is te dichtbij. Ik tel dus hier vanaf 3 hier naartoe. Dat is 1,5. En ik tel hier ook naar vanaf 3 hier naartoe. Dat is ook 1,5. Dus daar ga ik nu mijn reinforcers op plakken. Dat doe ik altijd zo. En dan pons ik het gaatje. Dan weet ik gewoon precies hoe ik dit op moet plakken dat mijn stipje in het midden zit. Dus ik doe nooit eigenlijk eerst het gaatje. Want dan moet ik dus mijn apparaat zo gaan krijgen dat hij dus helemaal gelijkmatig hier omheen komt te zitten. Nou, dat gaat bij mij wel eens fout hoor. En als ik dit zo doe, dan heb ik veel beter een referentiekader. Dus die komt hier. Nou, deze zijn natuurlijk wat langer. Dat gok ik zo een beetje. Want dan kan ik zo wel zien of dat tegenover elkaar zit. Dus ik pak even mijn Big Bite. En ik wil dan toch denk ik maar het kleine gaatje hebben. Zo. Zit ik in het midden? Redelijk. Zo, en dan pak ik altijd mijn potlood. Maar kijk, dat is een beetje rafelig. En dan maak ik hem op deze manier een beetje glad. Dus daar komt een lintje doorheen. En nu moet ik deze erop plakken. Die moet tot ongeveer halverwege met de lijm. Dat gaan we dus gokken. Wel recht blijven liggen. Zo. Nou, van een afstand denk ik dat ik het vrij redelijk heb. En er zit bij dit stansje dus ook een stansje waar je dus wat hier op moet komen mee uit kan stansen. Dat vind ik dus ook wel heel erg fijn. Want ga dat maar eens uitmeten en snijden. En je krijgt nooit die hoekjes zo mooi afgerond wat je met een stansje dus wel krijgt. Dus die komt hier op. En deze komt aan de onderkant. En er zitten natuurlijk die rondjes bij. Dus ik heb voor hierop heb ik ze in blauw gedaan. Dat vond ik wel leuk. En de andere, die ligt al goed voor mij. Zo, en dan pakken we ons lintje. Ik denk dit organza lint past er wel mooi bij. En dan moet ik natuurlijk 2 stukjes hebben. Waar ik dan een strikje mee kan maken. Even samen knijpen, anders wil die er niet in. En dat doe ik bij de ander ook. Kom op joh. Even kijken, zo'n beetje even lang. Ik zal er wel iets af moeten knippen, want dat is meestal zo. En dan is het handig om het boekje erin te leggen, want dan weet je hoe ver je die strik moet aantrekken. Hij moet niet gedraaid zitten. Andersom. Ja, met zoiets kom ik altijd een vinger tekort. Niet te strak.
Even kijken hoor, of die niet te strak zit zo. Dan gaat dat een beetje raar buigen, dat vind ik niet mooi. Ik ga het eerst zo proberen. Ik wil je wel zo hebben. Ik denk dat hij nu weer te los zit. Maar goed, dat snappen jullie wel, hè? Hij is eigenwijs, deze. Ik doe het straks al opnieuw, dat het naar mijn zin zit voor de foto's. Dat ik die op mijn blog kan zetten. Waar kom jij nou vandaan? Oh, hier. Of een pincet of magneet opleggen, zegt Nettie. Magneet opleggen. In plaats van die vinger. Maar dan kan je toch niet meer bij je strik, als ik hier wat op heb liggen, dan weet ik niet hoe ik hierbij moet komen als hier wat... Nou, ik ga het eens proberen hoe je dat dan bedoelt. Misschien kijk ik er raar tegenaan. In plaats van een vinger. Deze is hier wat te lang. En dit was mijn voorbeeld. Mijn prototype. En ik dacht, ik doe aan deze kant ook zo'n dingetje en die knip ik half af. Maar dat vond ik toch niet leuk. Maar als hij dus goed zit, dan kan hij dus zo open. En heb je precies hetzelfde mapje. Patricia vraagt, zou iemand een link kunnen plaatsen voor deze producten? Maar die links worden toch geplaatst? Ja, de link onder in mijn blog onder... elke foto staat wat ik gebruikt heb, maar bij Hobby Vision, als je daar naartoe gaat naar de live van vandaag, dan vind je dus de, van de 4 lives die er zijn, precies wat er gebruikt is. Ja, dus ja. Ik heb een heel lang lijstje zeg maar gemaakt wat ik allemaal gebruikt heb. Dus dan ga je naar de live van Anneke en dan vind je wat ik allemaal heb gebruikt. Of op mijn blog, maar dat ken je wel op mijn blog. De geeft al antwoord, die vind je bij www.hobbyvision.com. Ja, even kijken. Ja, deze was het net gemaakt en die hoorde in deze. Met een beetje geduld. Nu zit er natuurlijk een envelopje meer in, dus is die iets dikker. Maar dat wil wel. Ik moet de strikjes dus ietsjes strakker maken. Nou, ben ik binnen het uur gebleven, Doek, of zit ik er weer over? Nee, je zit weer over het uur. Jeetje, Mina. Nou, sorry hoor. Weer iets langer. Even kijken of ik alles gezegd heb. Oh ja, Doeke maakt dus zometeen voor mij patronen. Dan maak ik daar een filmpje van. En al de voorbeelden die ik dus vandaag heb gemaakt, die gaan dus naar Hobby Vision. En dan kan ik beter even een strookje neerleggen, zodat het eindigt. Dit is mijn blog. annekescardart.blogspot.com. Ik ga dit ook wel op Facebook zetten. Maar daar kun je dus de foto's terugvinden en de namen van de producten en het filmpje. Maar goed, dat kun je ook natuurlijk bij Hobby Vision terugvinden. Dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Fijn weekend nog. Dag! Fijn weekend verder. Tot de volgende keer.